Ik ben Doreen, mama van Phoebe. Phoebe is geboren met een auditieve beperking. Phoebe heeft het even heel moeilijk gehad. Even, die meer dan 6 jaar geduurd heeft. Ik denk op 14-jarige leeftijd is ze helemaal beginnen ontsporen. Kort samengevat, zij deed dan automutilatie. Zij sloot daarop in haar kamer. Alles moest zwart zijn. Voordat ze naar school vertrok, dronk ze alcohol. Ja, en heel veel zelfmoordneigingen. Hé. Echt niet meer omdragen hier thuis. Ja, dat was toen eigenlijk heftig. Ja, dat is heftig. Veel ruzie. Op een bepaald moment is ze van school gekomen met de politie. En dat was voor ons de maat vol. Dan hadden we zoiets van, zo kan het eigenlijk echt niet meer verder. En heb ik dan toch de stap gezet om naar jeugdzorg te gaan. En dan heeft het Oranjehuis ons geholpen met de crisisbegeleiding voor het ganse gezin en huis. En dat is voor ons onze redding geweest. Het Oranjehuis vangt gezinnen op die in een crisis zitten. En proberen zo kort mogelijk op de bal te spelen. En dat is wel heel belangrijk, dat er niet veel tijd verloren gaat. We zijn op stap geweest met een tandem. En de ene moest fietsen en de andere moest de coördinatie geven. Dus is het echt wel het vertrouwen tussen ons te herstellen. En s'avonds zijn we moeten blijven slapen in een tentje. Dus het was echt om te leren communiceren opnieuw met elkaar. Dat was al een vooruitgang voor ons. En we zagen ook dat dat hielp en dat we dat blijven doen. Waardoor ik nu wel meer communiceer. We doen nu ook veel meer samen vergeleken met vroeger. Ze zijn op het juiste moment op ons spoor gekomen. Zij hebben ons een duw in de rug gegeven voor terug naar elkaar toe te groeien. En ik denk dat dat eigenlijk zeer goed gelukt is. Er is een groot verschil met vroeger en nu. Ja. Ik denk dat ik mijn dochter van vroeger terug heb. En dat is voor mij super belangrijk. Allee, ja, ik ben enorm trots op haar.